Leuk dat en vandaag spreken we met Marlies Zwanenburg van Stichting Participatie Wies en Bos. Welkom. Ja, hallo Thomas. Leuk dat je er ook bent. Kunt u uitleggen wat de stichting doet en wat uw rol in de stichting is? Stichting Participatie Wies en Bos is opgericht om samen met de inwoners van Dronten en omringende organisaties zoals de RS Hogeschool, zoals de Warmondenhof, zoals Triade, hier Dorpsboerderij of het Paardencentrum, gezamenlijk hier Staatsbosbeheer de beheren te ondersteunen op het gebied van natuurbehoud en recreatieve voorzieningen hier in het bos. Het Wies en Bos is een echt dorpsbos. Wat kun je allemaal in het Wies en Bos doen? Waarom is het bos zo in trek? Het Wies en Bos is een multifunctioneel bos. Dat wil dus zeggen, er is bosproductie mogelijk, maar daarnaast ook voor de recreatie van alles aangelegd. Je hebt een gehandicapte pad, je hebt dus verschillende wandelpaden. Je hebt voor de paarden heb je ook verschillende routes. Er lopen fietspaden doorheen. Dus het is heel divers wat mensen hier kunnen doen. Jullie zetten ook in op biodiversiteit. Waarom is dit belangrijk en brengen jullie dit ten uitvoer? Wij ondersteunen Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer is dan gericht op het groot onderhoud van het dorpsbos en heeft wat minder financiële middelen om daar voor biodiversiteit wat te doen. En daar steunen wij hen in. Wij zoeken financiering daarvoor en we kijken of we dat ook tot uitvoer kunnen brengen. Je ziet dat achter je dat we recentelijk een bijenmuur hebben gemaakt en zelfs ook nog een vleermuistoren. Zo hebben we van allerlei projecten opgezet om de biodiversiteit te versterken voor diverse soortengroepen zoals vleermuizen, insecten, maar ook voor de planten. En waarom? Je weet tegenwoordig dat insecten hard achteruit gaan en ook diverse diersoorten en plantensoorten. En daar willen wij een steuntje in de rug zijn om dat weer te herstellen of in ieder geval weer te kijken van wat je kan doen om dat tegen te houden. De hoofdtaak van het onderhoud van het groen ligt bij Staatsbosbeheer. Welk deel van het onderhoud doen jullie? Dat zei ik dus al. Wij doen niet het grote onderhoud, maar zo die kleine projecten voeren wij dus uit. Maar ook langs de wandelpaden, dus niet de hoofdroutes, die doet Staatsbosbeheer, maar de kleinere wandelpaden, die onderhouden wij ook. De groep vrij... Nog wat andere dingen die wij doen, is misschien leuk om te noemen. We hebben een berenklauwbrigade, want ook voor de exoten zorgen we dat die niet te veel verspreiden, zoals de reuzenberenklauw. En er is een speciale groep vrijwilligers die dat dan probeert dat in de gaten te houden, waar die reuzenberenklauw groeit hier en dat ze dan ook snel worden weggehaald. En daarnaast hebben we een schoonmaakploeg. De schoonmaakbrigade, die regelmatig hier in het bos het vuil opruimt. Zodat iedereen die hier komt, maar ook voor de planten en dieren is dat fijn, dat er niet te veel rommel ligt aan plastic en andere troep. Dus we zijn nogal divers. We hebben een vrijwilligersgroep voor de dinsdagmiddag, die dus de reguliere werkzaamheden verricht langs de wandelpaden. En de biodiversiteitsprojecten beheert en uitvoert. Om dat zo goed mogelijk te onderhouden. Dus we hebben nogal wat mogelijkheden. De groep vrijwilligers willen jullie graag uitbreiden. Naar wat voor vrijwilligers zijn jullie op zoek? Moet je per se groene vingers hebben? Nee, je hoeft niet per se groene vingers te hebben. Wij helpen je gewoon op weg. Maar het is gewoon wel handig als je wat interesse hebt in de natuur en daar belangstelling voor hebt. Maar dat hoeft niet per se. Wij begeleiden je. En we hebben ook een ex-boswachter die ons dan weer aanstuurt met betrekking tot welke werkzaamheden we elke week gaan doen. Kom bij het Wies en Bos ons helpen om het dorpsbos zo aantrekkelijk mogelijk te houden. En voor de inwoners, maar ook voor de planten en dieren. En meld je aan via de website hetwiesenbos.nl.
Dank u wel voor het interview en dan zou ik zeggen tot ziens in de ronde.